Rika's laatste poging. Komt ie. We hebben vandaag een roos op Gio's account. Dit kan je niet zeggen. Het is spannend. En meiden, en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Gio. Kijk eens jongens waar we achter zitten. We zitten hier achter de splash. Hey, dit is die bus die dus het water in gaat. Je ziet ook die twee motoren daaronder. Daarmee gaat hij dus het water in. Vanaf het appartement zag ik hem vanochtend. Ja, hè? Je kan het echt goed zien. Je ziet hem elke keer. Zo, jongens en meiden. Ik hoop dat jullie allemaal weer hartstikke zin hebben in een nieuwe vlog vandaag. Het is weer een nieuwe dag. En het is echt weer om inderdaad je zonnebril op te zetten. Want het zonnetje is echt zo fel. Dat is niet normaal. Ja, het is lekker. Wij zijn net de auto even ingestapt vanaf het appartement. Omdat we even langs Jelle gaan. Ja, bij mij geslapen. Heb je een beetje lekker geslapen, jongen? Heerlijk. Nou ja, niet bij mij in bed, maar... Heb ik geprobeerd. Ja. Maar je wou het niet. Nee, ja. Nee. Wilde jij dat wel echt zo graag dan? Of... Ja, je weet, vorige keer in Parijs lag ik ook lekker tegen je aan. Oh ja, klopt. Dus ik kreeg het tegen jou aan. Toen heb ik de tafeltje gemold, zeg maar. Toen heb ik de tafeltje kapot gemaakt. En 1500 euro, hè? Ja, daar heb ik nog steeds niks van gehoord. Nee, weet maar nog gaat steeds het niet gebeuren. Nee. Maar ja, wij zijn dus in de auto, jongens en meiden, onderweg naar Jelle's huis. Even wat spulletjes ophalen. Ja. Is Bo thuis? Nee. Oh. Nee, ik heb echt een weekend vrij. Wat? Ik wil niet zeggen vrij. Hey, kijk uit bro, Bo kijkt deze vlogs hè. Ja, maar ik bedoel... Dat is niet leuk om te zeggen. Nee, ik bedoel niet vrij, maar zij is andere dingen aan het doen. Dus... Wat is zij aan het doen dan? Ze is met de vader vandaag met van die e-bikes door Gouda. Ah. Ze heeft quality time met een andere man. Zo. Ik heb het gewoon toegelaten hè. Ik zou het niet pikken inderdaad. Nee, ik heb het toegelaten. Ik heb wel even de vader gebeld. Hij zegt even rustig hè. Jelle heeft een leuk verhaaltje. Hij was laatst bij zijn familie. Ja, ik was vertel bij die, het eens. Ik was bij de verjaardag van mijn neef en toen, nou ja, er waren wat meiden en die keken de vlog, dus ze wisten ook wie ik was. En zo, het is je familie. Ja. Fijn dat ze ook weten wie jij bent. Nee, het waren mensen die op de verjaardag kwamen. Oh, okay. En toen vroegen ze eerst, hey, en jouw relatie met Gio, doen jullie alleen leuke dingen of praten jullie ook wel eens over serieuze dingen? En toen vroegen ze, maar als je altijd in de video komt, krijg je dan ook een percentage van het geld? Ik zei, zie ik eruit alsof ik... Het zou het zijn als ik iedereen van mijn vrienden moet betalen om in de vlog te komen. Ja, ja daar hou je niet voor dan over. Dan zou je het ook geen vrienden meer kunnen noemen, denk ik. Nee, dan was het gewoon een werkrelatie. Maar ook wel grappig dat ze vraagt dat ze dan denkt dat wij geen serieus gesprek met elkaar hebben. Want in de vlog is het vaak natuurlijk wel altijd een beetje grappig en gollen. En daar met elkaar een beetje uitdagen. Ik zag ook laatst hele comments vol staan met Jay, je moet wat liever zijn voor Jelle, dus sorry man. Komt goed. Maar zeg maar, buiten de vlog om hebben wij natuurlijk genoeg serieuze gesprekken. Ik bedoel, dat is... Waar een vriendschap op gebaseerd is. Wat mij altijd opvalt, zeg maar, mensen die jullie kennen, die zien je natuurlijk als iets heel bijzonders. Maar dan denken ze ook dat je gewoon een andere relatie hebt dan, ik zeg altijd, dat is gewoon hetzelfde als jij met je beste vriend. Ja. Het is gewoon exact hetzelfde. Het is gewoon je beste mattie, alleen toevallig film ik alles. Ja, het is niet anders. Jelle is even heel snel als zijn spullen dus aan het halen in zijn huis hier zo. Jongens, echt wat een ongelofelijk weertje. Ik heb mijn auto trouwens echt vet illegaal neergezet. Maar zijn straat is zeg maar echt heel irritant. Want elke keer moet je anders aan de kant voor auto's. Dus ik dacht, nou ik zet hem even snel zo neer. En dan kan ik gewoon blijven staan. Ziet er alleen een beetje illegaal uit. Maar ja, het is maar voor eventjes. Hoezo? Hey, zaken gaan goed of niet, hè? Zaken gaan goed. Vintage. Hoezo mag ik die niet filmen dan? Ja, omdat ik gewoon... Ik vind het een beetje over de top altijd. Hoezo hebben we hem dan? Is toch gewoon een mooie tas? Een keer. Is toch een mooie tas? Ja, is ook. Ik mag die tas dus niet filmen van Jelle. Omdat, nou hier, het is gewoon een dikke tas dit, zo'n Louis Vuitton tas. Maar je vindt het niet bij jou pas ofzo. Ja, is toch gewoon dik bro? Ja, het is ook al dik, alleen het is zo heftig toch. Ja, je bedoelt dat je dan aan het flexen bent ofzo? Ja, en zie, ik heb niks uitgegeven van die tas, anders had ik het nooit gedaan. Dus ik heb hem gekregen, ik heb geluk gehad. Nou, dat is toch mooi? Ja, hè? Gewoon trots op zijn, hard voor gewerkt. Wat? Oh ja. Wow. Oh ja, je hebt die HPV-prik gehaald ja, hè? Dat moet jij ook doen. Waar beschermt het je tegen? Tegen 6 soorten kanker. Aha. Ja. Wat ga je dan lachen? Wat is dat grappig aan? Dat is echt zo. Mijn moeder die zei dat ook inderdaad. Dat ik hem echt moest halen. En ik heb het ook nog steeds niet gedaan. Wat zei je? Dat ik jou ook nog gebeld heb. Dat ik ook een afspraak voor jou moest maken. En het is wel fijn dat je de achterklep open laat staan. Die heb jij open gedaan sowieso. Helemaal niet. Doe even dicht dan. Oh, dat kan echt wel. Er ligt wat sowieso. Oh, hij is dicht. Oh, lekker dit hoor. Ik moet zeggen, ik ga de laatste dagen heel veel heen en weer. Echt van krimpen naar de stad. Maar hey, met deze temperatuur... Wat doe je nou ook? Met deze temperaturen is dit echt gewoon... Heerlijk. Het beste, hè? Echt het beste. Als je dat zwembad had gehad, nog, dan kan nu ergens sprongen. Welke? Je kan erin, hè? Je kan in die zijvijver kan je, daar zou je ook in kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Hij is alleen niet zo heel lekker schoon, maar...
Nee, maar dat, die van vorig jaar nog. Die opzet. Oh, het opzetzwembad, die hè? Oh, ik ga sowieso even een lekkere korte broek aan doen. Want daar is het echt perfect weer voor. En kijk eens aan, die hebben een mooi liggen hier. Dus, helemaal top. De tijd kan nu dus eigenlijk voor mij echt niet snel genoeg gaan tot alle verbouwingen en veranderingen nu gaan beginnen. Ik heb er zoveel zin in, ik kan echt niet wachten nu. Ik lig hier op het bedje. Jelle ligt naast me. Hey, heb je ook zo'n beetje het gevoel als je hier bent dat het vakantie gewoon hier? Ja. Het is gewoon een vakantiehuis, hè? Zo'n vakantiebedje. Ja, toch? Echt heerlijk. Oh, dit is ideaal zo. Ik denk dat ik heel de week hier ga slapen. Als ja, het dit weer blijft. Het is ook echt heet, hè? Zo. Het is echt warm. Het is echt warm, inderdaad. Lekker bij de katten hier, die zitten daar in de kooi. Die zijn ook lekker buiten. Het is zo grappig om te zien dat ze de hele tijd achter vliegjes en dingen aan zitten. Gekke beesten. Oh! Wat? De fuck, ouwe. Ik dacht echt, nu gaan we eraan. Wat was dat? Ik heb geen idee. Een boot? Ja, een boot. Nou, dat kan wel, want er lekker zal daarachter. Ja. Ik zag dus dat het echt heel de week dit weer ging worden. Dus ik zit er echt aan te twijfelen om gewoon eigenlijk heel de week hier te slapen. Want dit is gewoon perfect. Kijk eens wie er ook aangekomen is. Hallo, knappe jongen. Lekker biertje. Het ziet er weer goed uit vandaag. Ja, dankjewel. Goeie outfit. Was zo. Ga ik zeggen. Hoezo? Nou, dan ga ik het nog echt geloven ook. Nee, je ziet er echt goed uit. Dankjewel. Ja. Jij ook? Ik heb niet zoveel aan. Thanks. Ja. Ik kan het echt niet, bro. Ja! Ja! Hij klinkt als een ezel. Als ja! Ja! Je klinkt echt als een ezel. Doe nog eens. Ja! Zo, ga je lekker, jongen. Oh, die katten moeten ook al niet denken, jongens, dat er ineens een ezel in de tuin zit. Kijk hem lekker zitten dan. Bro, ik heb gewoon tranen ogen. Zo. Waarom zijn zo'n ongemakkelijke houding? Kom maar, Rika. Oh! Ja. Nog een keer? We hebben een challenge. Rika staat aan de andere kant van de tuin. We hebben hier een bak. We hebben de bal die we uit Parijs hebben. Hij moet hem in de bak schieten. Oké, kom maar. 3, 2, 1. Oeh. Oh, zo. Oei. Ik heb een leuk idee, jongens. De bak die daar staat, wie hem als eerste erin schiet, die krijgt 50 euro. Ja, oké, maar als hij nu als eerste is en hij schiet hem erin, dan heb ik nog de kans om dus erin te schieten. Ja, dat is wel eerlijk. Oké, dus, maar dan ben ik allebei, dan ben ik 100 euro kwijt. Nee, ook goed. Nee, het gaat erom, als ik als eerste ben, heeft hij nog een kans, anders zullen we nooit kunnen proberen. Oké, nou, komt hij maar. De bak staat daar. Hij kan nooit in de bak blijven liggen. Jawel. Nee, maar je moet hem gewoon inschieten. Gewoon erin schieten. Oké, 3, 2, 1. Oei, die was mis. Dan gaat je 50 euro. Rika is keeper geweest trouwens, jongens. Dus hij moet op zich wel een goede trap hebben. Oké, gaat de keeperstrap het beloven? Komt ie. In de bak. In de bak. 3, 2, 1. Oh. Hoe vaak pogingen hebben we dan? Ja, tot hij erin gaat. Ja, dus er gaat sowieso iemand winnen. Ja. Zou ik het maar doen dan? Oh! Oh shit. Wat is dit spannend? Kom op, Jelle, kom op! 3, 2, 1, Jelle's beurt. Nee. Ik heb even de shirtje aangedaan voordat ik straks levend verbrand hier, zodat de zon is fel. Oké, kom maar, 3, 2, 1, let's go! Ik zie wel dat Rika een andere tactiek heeft. Rika doet het via de grond, Jelle doet het via de lucht. Oké, komt ie, 3, 2, 1. Ja! Oh jee. Oh, die ging er echt weer vlak langs. Oh joh. Oké, Rieke met de poging. Oh, die was op de paal. Wow. Is dat dan 25 euro? Ja, nee, hij moet er echt in. Jij het maar een keer voor dan. Fuck, sorry. Oh, joh. In ieder geval, Jelle betaalt voor de barbecue van vanavond. Ja. Hey. Barbecue is op jou vanavond. Oké, stuur maar een tikkie. Oké, ga ik doen. Hey, maar wacht eens, jij was als eerst. Dus dat betekent dat ik nog een kans heb. Had ik je bijna gewoon in één keer laten winnen. Rika's laatste poging. Komt-ie. 3, 2, 1. Denk je dat ik zomaar ga verliezen? Ben je helemaal gek of zo?
Oké, okay, en nu? Ja, nu moeten we dus nog een keer. Ah, oh, kut, joh. Oké, jongens, ik denk dat we het hierbij laten. We gaan hem delen, die krijgen allebei 25 euro. Ja, ik ben reuze tevreden, maar hij niet. Alles of niets, broer. Nee. 25 euro? 25 euro? Oké, okay, netjes. Dan gaan we nog één keer even proefschieten. Even wat zou gebeuren. Oh, dit is waar je nooit moet stoppen. Ja, bro. Als je niet was gestopt, nu. Nu 50 euro. Oh. Ja, hij moet, als hij hem nu mist, maar jij gaat expres missen. Keihard over het huis heen, gewoon. Ja. Ja, bro, je had je 50 euro gehad als je nu de hand er niet op gegooid had. Nee, ik ben wel zo blij. Maar wel kut. Ah joh, boeien. Is prima toch? Wij zijn ineens beland in de macro. Ja. Van de tuin naar de macro. Zo. Want bij zo'n heerlijke dag als vandaag past er natuurlijk gewoon een heerlijk lekker barbecue. Alleen, we moeten even vlees hebben. En we hebben hier onze leider. Zeg maar, we volgen hem ook altijd. Als hij er is, gaan we... Oh, hij lacht. Gaan we even oestertjes klappen op daarvoor. Ja, dat is goed. Wat voor oesters? Levende of... Mossels? Ik zei toch dat ik niet meer wilde chillen als hij erbij was? Ja, dat heeft hij echt gezegd, hè? Ja, dan ga je lekker even serieus. Mensen in de comments denken echt dat jullie elkaar niet mogen. Ja, nee, hebben ze het goed. Nee, ik mag hem gewoon. Ja, hij mij wel. Oh, nou, we gaan even op zoek naar vlees. Zo. Het is echt lullig, toch? Ja, hè? Jongens, mensen nemen het wel elke keer op voor jou in de comments. Ja, omdat mensen gewoon zien dat ik zielig ben. Dat is best wel kut eigenlijk. Ja, dat vind je wel leuk, hè. Dat snap ik ook wel. Ja, je bent gewoon een schatje wel, hè? Voor de vlog wel, ja. Als de camera uit is. Oh. Dit is echt is beter dan Wagyu, vind ik. Vind je dat? Ja, Tomahawk. Ik vind dit echt beter dan Wagyu. Zo, dit is echt een vieze kist. Ja. Nou? Als je iemand niet mag. Nou. Oh. Nee, deze halen. Komt goed, jongen. Ooit gaan jullie elkaar wel mogen, denk ik. Ik mag hem gewoon. Oh, Jelle! Oh. En zo zitten wij weer lekker in de auto, jongens. Kijk eens aan de linkerkant daar, de prachtige Scala. Oh! Zo jemig! Deze guy, ik schrok me echt, ik dacht aan rijden. Hij gaat gewoon vol op de rem, inderdaad. Dat vindt hij leuk, hè? Wat ik in ieder geval wilde zeggen is dat we lekker terug gaan naar Krimpen. We hebben heerlijk vlees gehad. Echt een tomahawk hebben we gehad, of nog meer gehad? Tomahawk. Hamburgertjes. We hebben twee tomahawks. Oh, twee tomahawks? Ja. Zo, lekker. Eentje geest. Dat is wel echt super lekker, tomahawks. Een lekkere flanksteak. Wat is dat? Dat ga je later wel proeven. Oké. Okay. Ik heb een vraagje. Als jij één goede eigenschap moet opnoemen van Ricardo, wat is dat dan? En ik ga hem ook terugvragen, hè? Dus let op, bedenk hem alvast. Ik vind dat Ricardo... Oké, lekker zo zeggen. Ricardo is echt één van de meest gasvrije gasten die ik ken. Oké. En wat? In de zin van gul. Gul? Ja. Zeg maar... Je zou hem nooit ergens over horen en hij probeert alles te geven. Nu jij over Jelle. Nou, dat wordt dus niks, dus met de camera ik heb daar iets opgeschreven. Een goede eigenschap of een slechte eigenschap? Een goede eigenschap. Een goede. Deze guy is zo kut, hè? Jelle is heel behulpzaam altijd. Ja? Als in? Hij maakt zichzelf nuttig, hij doet veel voor anderen, wanneer het hem zelf uitkomt. Oh jongens, dat kan echt niet. Vond zo goed, want ik moest bijna een traantje laten. Ik vind het in ieder geval altijd super leuk om jullie mee te zien leven een beetje in de comments. Jullie het voornamelijk de laatste tijd veel voor Jelle opnemen. Maar ik moet zeggen jongens, achter de schermen kunnen we het echt prima met elkaar vinden. Ik denk alleen dat ik soms gewoon de verkeerde dingen een beetje in de vlog laat zien. Dat we elkaar alleen maar aan het kutten en aan het fokken zijn. Dat denk ik echt. Zeg maar, laatst hadden we dan een serieus gesprek met z'n drieën in de vlog. En dat vonden jullie ook heel leuk om te zien. Want dat is natuurlijk wat we ook gewoon vaak genoeg hebben. Dat is wat we normaal zijn. Ja, zeg maar, nu zitten we ook gewoon leuk te kletsen met elkaar. Maar als die camera aangaat, dan beginnen jullie gewoon met roosten van elkaar of zo. Dat is niet leuk. Ja, dat is wel zo, toch? Ja. Maar ja, het komt wel voor, ik ben wel vaak de lul. Ja, jij bent wel. Oké, maar jij zet jezelf ook in een bepaalde positie waardoor je vaker de lul bent. Maar jij hebt ook wel altijd een pispaaltje van de groep, toch? Ja, maar dat komt er. En weet je wat het leuke is aan jou? Jij bent zo makkelijk uit tent lokken. Ja. Zeg maar, als je bij jou een opmerking maakt, jij moet gelijk happen gewoon. Ja. Weten jullie ook. Ja. Kijk, ik ben gewoon een zieke ADHD'er. Ik ben veel te enthousiast en ik denk niet na. En daar maken jullie misbruik van. Nee, je hebt misbruik en je hebt gebruik. Gebruik dan. Ja.
Nou, we zijn hier alweer lekker bijna terug in Krimpen. Ik zag dat het 30 graden werd volgende week. Dus ik check er vast uit. Ik zeg, rip mijn kanaal, jongens. Rest in peace. Niemand gaat naar mijn vlogs kijken. Zoals jullie bijvoorbeeld ook niet zien hoe depressief Gio wordt als views. Ja, die zijn hier best wel aan te dagen. Oh. Het ziet er ook niet goed uit voor de aankomende dagen. Ach ja, er komt er wat, er komen leuke dingen aan. Ja? Ja, we zijn trots op u zijn. Ja, hè? Kijk eens, lekker boodschapjes gedaan. Heerlijk. Goeie. Alles achterin gooien en dan zijn we echt helemaal ready voor een barbecue. Ik heb er nu helemaal zin in. Ja, ik ook. Het is echt de eerste echte zomerse dag. Maar weet je wat ook is? Barbecue is echt iets waar je de hele dag naar uit kan kijken, gewoon, snap je? Dat heb ik en het is... Wacht even. Het is ook niet heel intensief, je kan gewoon... Hey. Oh, ja, is goed. Dat is niet mijn auto. Wij lopen wel, hoor. Ja, hey, doei, ja. Check dit stuk vlees. Oh. Lekker speelt. Het ziet er ook echt nu al gewoon lekker uit. Vind je dit echt lekker? Ja, ik vind het echt lekker speelt bestaan. Ja? Ja. Want ik vind Wagyu wel lekkerder, man, moet ik zeggen. Maar dit ziet er ook wel... Het is alle twee goed, maar dit is gewoon echt een romp. Romp. Wajo. Kijk, ze alle drie bij elkaar liggen. Ja, als je niet van vlees staat, dan vind je waarschijnlijk helemaal niks. Maar kijk eens hoe heerlijk dit stukje hier zo eruit ziet. Twee tomahawks en die... Hoe heet het? Een flanksteak. Een flanksteak. Ja. Yeah. Oké. Okay. Teamwork, jongens. Ik heb hier heel het tafeltje gedekt, lekker stokbrood gemaakt en de andere mannen hier zijn lekker de burgers aan het bakken. Heerlijk. Oh, zo. Lekker die rook die eraf komt, dat ruikt gewoon of zo. Zo lekker. We hebben ook echt goed vlees. Ja, echt goed vlees. Het ziet er echt lekker uit. Er is geen Albert Heijn. Nee, het ziet er echt lekker uit op de aanrechtblad daar ook. Maar we gaan eerst even beginnen met burgertjes. Alex komt straks ook. Dus het wordt helemaal leuk. En natuurlijk ook een klein beetje gezond hier, asperges. Ook lekker hoor, dit. Het moment is daar. De allereerste, of nou ja, allebei de tomahawks gaan erop. Zo, kijk eens even. Wow! Lekker man. Lekker dit. Zo. Je ruikt het gelijk, hè? Oh jongens, wat een heerlijk vlees. Check dit trouwens, hoe leuk. Kijk, als ik deze open doe, het is natuurlijk best wel warm buiten nu. Dus die katjes zijn ook aan het afkoelen hier. Kijk, hey, is niets. Poekie ligt hier gewoon lekker te chillen. Oh, Poekske. Hey, hallo. Het is echt een stuk koeler in dat hok dan dat je daar in het hok zit. Maar daar ligt Sniffy ook nog. Daar is de man. De man. Zo bro, kan je hem nog schuiner parkeren? Niet goed. Er kan ook niemand meer uit nu gewoon. Nee? Zo. Lekker? Oh. Nee, ik ben er uit. En je hebt vandaag een van je eerste keer in Amsterdam gereden. Hoe was het? Ja, vreselijk. Het is natuurlijk niet mijn eerste keer. Ah nee, wel de eerste keer in het centrum. Eerste keer op de grachten? Ja, nee, niet bij de grachten. Het was bij de pijp. En was het kut? Ja, heel kut. Al die fietsers. Oh my god. Ja, man. Fietsers in Amsterdam, jongens. Oh, verschrikkelijk. Daardoor ben ik echt dus een beetje een hekel daar aan gaan krijgen. Om daar te rijden, sowieso. Wajo, check hem. Hey. Zo, je begint wel... Ik heb een jaar lang keihard voor getraind om dit moment te kunnen... Echt? Hij heeft een chest? Dat is niet normaal, bro. Dat jij nog aan deze tafel kan zitten. Helemaal niet. Kijk dan, het ribbelt hier gewoon helemaal. Ja, dat was zieke chest, hoor. Doe ze aanspannen. Span ze aan. Doe eens. Doe jij eens. Ja, zal ik het even doen? Ja. Jezus, welk supplement gebruik jij, broer? Kost van Nutrition. Gemixt met Mobicep en Joel Beukers. Lekker, man. Ja, toch? Doe je goed? Aha. Kan ik misschien een trainingsschema bij je krijgen? Aha. Lekker, man. Ja. Ja, dat welvaartsbuikje begint er wel te komen, hè? Ja, ja. Je zei laatst nog, ik word echt niet dik. Ja, je bek is. Ik zit jou net helemaal complimentjes te geven. Ja, dat is gewoon de motivatie. Oké. Ja, snap ik. Dankjewel. Ja, heel goed. Kijk, die papzak daar dan, Jezus Christus. Ja, Jezus. We hebben net lekker gegeten, het was heel heerlijk. Dankjewel Ricardo voor het maken, shout-out naar jou. Nee, ik zeg altijd applaus. Ja, maar ik... Jongens, ik weet niet. Het is vandaag mijn tijd. Ah oh ja, daar kijk ik niet aan. Nu zijn we aan het overwegen of dat we naar München gaan of niet. Maar ja, we zijn ervan denken. Wat zijn de pro's en de die twee dingen? De dingen waarom we wel zouden gaan en de dingen waarom we niet zouden gaan. Morgen 11 uur bij de kapper zijn. Ja. Oh ja, kut. Om 11 uur, bro. En ja, gast. 11 uur als je om 5 uur in je nest ligt. Als je om 5 uur in je nest ligt, kan ik niet om 11 uur bij de kapper zijn. Wie zegt dat we tot 5 uur moeten doorgaan? Ik heb geen rem. Nee. Als ik ga ik tot einde. Ja. Als wij met z'n allen uitgaan, dan zijn we meer bodyguard voor Gio dan dat we... Althans, bodyguard misschien begrijpen. Ja, zo. Jij bent echt een bodyguard, inderdaad. Nee, begrijp. Gaan we even arbiten. Ja. Maar dan houdt één iemand toch alles gewoon een beetje onder controle. Wie dan?
Alex. Oké, nou, die kunnen we beter niet gaan. Wij hebben heerlijk gebarbecued. De zon is ondertussen alweer een klein beetje aan het ondergaan. Als ik zo naar mezelf kijk, ben ik best wel... heb ik een aardig kleurtje gekregen vandaag. Dus dat is top. Oh, en kijk eens even hoe mooi dit eruit ziet. Alex die gaat er daar vandoor met zijn auto. Dus ondergaande zon. En ik ga even terug naar de stad. Want daar is Jader is nu ook weer aangekomen. Die is heel dag op een festival geweest. Dus vandaar. We gaan de auto in. Yeah. Jelle Geers. Ja, vriend. Mis jij toevallig iets? Oh, kut. Zo, al mijn spullen liggen nog bij jou. En je sleutels, bro. Oh, bro. Oh. Dat is zo kut. Ja, dan moet je straks mee naar Rotterdam. Oh, bro. Oké. Okay. Kijk deze man, deze man. Hey. Hij zit te lachen achter het stuur. Ik vind het zo leuk om Alex nu achter het stuur te zien zitten. Ik moet nog steeds eraan wennen, maar het is zo leuk. Ik moest er even snel voorbij, even invoegen. Let op, daar komt hij. Ella! Ik ben daar hier fuck zien. Dat is zo vies. Hoppa! Lekker. En de club is weer compleet. Kijk eens aan. Jade is thuis. Ik ga hem op slot zetten. En dan gaan we lekker naar boven. En kijk eens wie we daar hebben. Oh! Huh? Ze is ineens verdwenen. Hey! Yo, daar ben je! Hey! Ik ben onzichtbaar. Nee, je bent niet onzichtbaar. Oh. Hallo. Hallo. Zo, ben je lekker naar een festivaletje geweest, meid? Ik ben even naar een festivaletje geweest. En? Maar daarvoor had ik niet naar Amsterdam moeten gaan. Want? Nou, omdat ik hier ook een festivaletje hoor. Ja, er is dus gewoon hiernaast... Wow, check die man trouwens. Wat? Ja, mooi hè? Zo, er is gewoon hiernaast de toren, zeg maar, ook een festival gaande. Het is natuurlijk echt belachelijk lekker weer. Maar moet je die man even zien? Oh, kijk, je hoort het ook gewoon letterlijk. Hoor je de muziek? Ja, je hoort het overduidelijk. Maar kijk de man eens. Die rode bol daar. Wat gaaf. Nou, weer lekker terug dus hier in Rotterdam. Ik heb de trapverlichting alweer aangezet. Kijk, het ziet er gelijk super mooi uit. Wat een dag zo, hè? Wat een weertje. Wat een weertje, hè? Niet normaal. Nu kan je het nog vaker over het weer hebben in een vlog. Ja, ik heb het altijd over het weer. Je wakker kan je het over het weer hebben, kan je het in de middag over het weer hebben. Nu kan je het mooi over de mooie maanden hebben. Ja, dat is wel fijn dit. Ja, hè? Kan ik het weer over de zonsondergang hebben? Ik heb het zo vaak over het weer in mijn vlogs. Dat is echt niet normaal. Maar het weer doet ook zoveel natuurlijk met de dag. Het bepaalt echt heel vaak je dag gewoon. God, god, god. Wow, 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 ik kan jou niet zien staan. Kunnen jullie me nou nooit met rust laten? Hij is zijn spullen vergeten en ik moet mijn vriendin ophalen. Ja, zie dat we hier binnen zijn. Niet? Nee, jij ging opeens weg. Ja, nou, kom binnen, kom binnen. Dank je. Mag het? Ja, kom maar binnen. Weet je het zeker? Ja, kom maar. Ophaalservice Ricardo is dus helemaal compleet. Zijn vriendinnetje wordt opgehaald. Hey Sofje. Hey. Houden jullie nog van elkaar? Wij wilden eigenlijk dat Sofje ons insliep, toch? Ja. En nu kwam hij daar helemaal halen. Kunnen we dat nog regelen eventueel? Dat Sof tussen ons insliep? Nee. Nee. Sof tussen ons. Ja, dat is niet jongen. Even één keer zonder, ja. Ja, kom op. Gun mij ook een keertje. Hey, later. Yo! Gaan jullie samen slapen? Ik denk dat hij gaat huilen anders. Ja? Ja, ik ga wel. Ik ga huilen. Ik denk dat als hij naar ligt, dat jij begint. Oh, hij is Fatou. Wow, ik wilde net zeggen. Sinds wanneer maakt hij Fatou opmerkingen inderdaad? Dat zeg je over mij. Volgens mij ziet jouw kanaal niet zo goed gaan. Oké, maar nu... Dit kan niet. Nu gaat hij huilen. Dit kan je niet zeggen. Nu ga je echt... Ja. Oh, heel wat anders. Gevoelige schaar. We hebben vandaag. Bij je schaar. Hebben we vandaag een roos op Gio's account? Ja. Oh, echt? Ja. Met de was een lange video. Hey jongens, de groeten. Iedereen is lekker de deur weer uit, jongens. Ik heb dus elke keer mijn vlog afgesloten hier in de badkamer. Dat is dus elke keer als ik hem dan vergeet af te sluiten, dan doe ik het hier. En dan lijkt het net alsof het nog dezelfde dag is. Oké, dat is echt een vlogtrucje. Maar nu ga ik hem dus straks echt afsluiten. Volgens mij heeft iedereen jouw trucje door. Ja, volgens mij weet iedereen al gewoon ook aan mijn kleding te zien dat het dan altijd dat de volgende dag is. Maar nu is het echt. Nu is het echt avond. Kijk, nu is het zeg maar echt gewoon helemaal lekker donker hier. Hier ook als je hier in de logeerkamer kijkt. Het is nu echt avond. Het was wel echt een heerlijk lekker zomersdagje. Zo, het is ook een klein beetje een band hier zo in de slaapkamer. Hey, kijk eens. Als ik naar de brug kijk, is die... Oh, wow, hij verkleurt. De brug heeft dus meerdere kleuren. Hij is nu blauw, maar de bovenkant is paars. Zie je dat? Terwijl hij normaal gesproken altijd wit is. Dat heeft dus blijkbaar weer een betekenis. Waar dat mee te maken heeft,
Ik weet het niet. Zo, hallo, ik kan mijn vlogcamera heel hoog. Wow, dit is echt lang geleden dat je mijn bed eraf gesloten hebt. Ja, echt hè. Het is lang geleden. Het is echt lang geleden, maar dat komt omdat zij. Ik sluit me de laatste tijd elke keer in die badkamer af. Maar wij liggen lekker in bed, jongens en meiden. En wij gaan dus lekker slapen. Morgen om 5:30. Ik zeg je weer dat ik lekker geslapen, maar misschien slapen. We hebben de vorige keer ook geen slaapupdate gegeven weer. Nee, zie je? Dat vergeet je altijd. Elke ochtend vergeten wij om te vertellen of we nou wel of niet lekker geslapen hebben. Ja, maar dat is dus... Ik meen het. Ik heb DM's gekregen. Ik zei toch van... Ik probeer wel eens te onthouden hoe ik in slaap val. Ja. Ik heb echt DM's gekregen van mensen die zeiden van... Ik probeer het ook, maar je vergeet het 's ochtends. En dan vroeg ze dan ook of je lekker geslapen had, of dat niet? Dat niet eens? Nee, dat niet. Poh, dat weten ze niet. Wat erg, wat gemeen. Maar dat is toch eigenlijk alles wat je net bedenkt voordat je gaat slapen, dat vergeet je de volgende ochtend. Ja, fuck. Oké, we gaan nu echt zeggen... Het staat op camera dan, hè? Ja, maar je hebt het ook gewoon geedit. Ja, I know. Oké, we gaan echt zeggen of we lekker geslapen hebben morgen. Oké, dus morgen tijdens het edit, als we het niet hebben gezegd, ga je het gelijk vragen. Oké, dus dit was in ieder geval de vlog voor vandaag, jongens en meiden. Morgen om 5:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. En ik hoop jullie allemaal daar weer te zien. Dus allemaal, hè? Geen één skipt. Welterusten, tot morgen. En ik zeg, love! Yeah!